Hoi, fijn dat je weer luistert naar de vierde aflevering van Vereniging voor Goede Smaak. De podcast ter promotie van de goede muzieksmaak en het eren van de muziekverzameling. Ik heb mijn best nog gedaan om voor de vakantie nog een podcast te maken, maar dat is niet gelukt, dus laten we dit maar een reces noemen. In deze aflevering heb ik wel een primeur, een heus verzoeknummer. Dat draai ik aan het eind. Heb jij ook een verzoekje? Nou, laat het dan even weten. Mijn platenkast loopt over van de goede muziek en in de comments zal ik een linkje delen naar mijn volledige platenverzameling. Ik begin met een vertrouwde rubriek, de Spotify-plaat. In de vorige aflevering van deze show heb ik je al kennis laten maken met Jason Molina. Hij is een van mijn favoriete artiesten en eentje die ik ken dankzij Spotify. Er is ook een iets wat treurige aanleiding om een nummer te draaien van zijn plaat Magnolia Electric Corporation. Want dit album is opgenomen en geproduceerd door Steve Albini. En Steve Albini overleed op 7 mei aan een hartaanval. Het gebeurde in zijn natuurlijke habitat. Zijn studio, hij werd 61 jaar. Maar hij produceerde, zoals gezegd, deze plaat van Songs Oh Yeah, de band van Jason Molina, Magnolia Electric Corporation. En van deze plaat ga ik het nummer draaien. Farewell Transmission. Luister naar Songs Oh Yeah. I will try, no whatever I try, I will be gone.
Jason Molina met zijn mooie, hoge, melancholieke stem. Je hoorde het prachtige Farewell Transmission. Maar het is nu tijd voor wat afwisseling in de podcast en dus gooi ik er maar eens een lekkere dansplaat weer eens in. De Belgische broers David en Steven de Waele hebben 20 jaar geleden een succesvolle rockband Soulwax. Maar ze waren in die tijd ook actief als DJ's onder de naam Too Many DJs. En ze hebben onder die naam een fantastisch mashup album gemaakt dat denk ik tot op heden onovertroffen blijft. Op de plaat staan 45 nummers die in die tijd, 20 jaar geleden, ik ook wel zou draaien als DJ. Maar deze broers maken er wel een heel knap geheel van. Kijk welke muziek jij kunt herkennen in de nieuwe rubriek Raad de Plaat. Luister naar As Heard on Radio Soulwax Part 2 van Too Many DJs en raad de ingrediënten van deze mashup. En dan nu verder met de volgende duo-plaat. We gaan van de was voor de ziel van Soulwax naar het water uit de pijp van Bongwater. En ook dit duo maakt collageachtige muziek, maar meer in de psychedelische hoek. En Magnussen en Mark Kramer maakten samen 4 albums en brachten die uit op Kramer's label Shimmy Disc, waar bijvoorbeeld ook het duo Ween zijn platen uitbracht. Bongwater is uiteindelijk met slaande ruzie uit elkaar gegaan, maar op het album The Power of Pussy uit 1990 is daar nog niks van te merken, gelukkig. Luister naar een verhaal over een pikant museumbezoekje in Obscene and Pornographic Art van Bongwater. Mr. B is out of town, and I can't find anyone to have an affair with. So I just mosey on down. Look at all the satyrs with hard-ons. They're over there next to the medieval armor. Their bronze muscles flexing under their goat fur loincloths, vibrating that little bitty Richter scale looking thingy box.
Involving 42 phenobarbital, where I slept for 2 days and woke up and luckily lived long enough to reach my sexual peak. I wonder whatever happened to him. I Wear Dirty Underwear, zingt Anne Magnusson van Bongwater. Na haar muziekcarrière was ze nog redelijk succesvol als film- en tv-actrice en zo speelde ze in 2020 nog een rol in Star Trek. 68 jaar is ze inmiddels. En ik ga nog even door met bejaarde muziek, met de volgende archiefplaat uit 1969. Gram Parsons heb ik leren kennen door Evan Dando, die fan van hem is en veel van zijn muziek opneemt en live speelt. En het nummer dat ik ga draaien komt van het invloedrijke album Gilded Palace of Sin van de Flying Burrito Brothers, waar Gram Parsons vanaf 1968 deel uitmaakte. Luister naar het nummer Sin City, over een man die naar Los Angeles trekt om zijn zorgen achter zich te laten. Hier zijn de Flying Burrito Brothers. This old town filled with sin, it'll swallow you in. If you've got some money to burn, take it home right away. You've got 3 years to pay, but Satan is waiting. This old earthquake's gonna leave me in the poorhouse. It seems like this whole town's insane. On the 31st floor, a gold-plated door won't keep out the Lord's side. Show your ID and
Nou, dat was wel gelijk een van de oudste platen ook uit mijn kast. Dus tijd voor een beetje een nieuwe plaatje. En dit plaatje past ook wel goed bij een autoritje. Vandaar dus de nieuwe rubrieknaam De Reisplaat. Uit 2023 is dit het meest recente album van de Amerikaan Matthew Ward, die muziek maakt onder de naam M. Ward. Die plaat heet Supernatural Thing. En op deze plaat staan een aantal gasten, waaronder het Zweedse duo First Aid Kit. Het nummer heeft een lekkere reisvibe. Het klinkt een beetje als een middle-of-the-road klassieker, maar dan toch net even anders. Luister naar M. Ward samen met First Aid Kit, het nummer Engine 5. M-Ward, misschien een beetje een heel makkelijk middle-of-the-road nummer, maar toch wel een lekker plaatje. En dan tot slot, wat ik je eerder al beloofde, ik mag met trots melden dat ik een verzoekplaat ga draaien. Luisteraar en vriend van de show, Emiel Nederlof, deed bij mij een verzoek. En omdat ik deze plaat in mijn collectie heb, kan ik het verzoek ook inwilligen. En deze plaat is zelfs nog een jaar ouder dan Gilded Palace of Sin. Maar ja, een verzoekje, hè? Dus we gaan hem toch draaien. 1968 was het toen de Velvet Underground White Light, White Heat uitbracht. En het nummer dat ik ga draaien gaat over een groep drag queens die een paar matrozen mee naar huis nemen. Ze gebruiken de nodige heroïne en in de orgie die daarop volgt wordt een van de matrozen doodgeschoten. Nou, politie erbij en zo. Echt een verhaaltje voor Lou Reed, zou je zeggen. In de vroegste poging om de hardste muziek ooit te maken, want de Velvet Underground zou je misschien op dat moment wel de hardste band ter wereld kunnen noemen, zetten de bandleden al hun versterkers op maximaal. De geluidstechnicus en de producers in de tijd hebben de opname aangezet en zijn weggelopen.
omdat ze geen zin hadden om de hele rit uit te zitten. En zo rauw en ongecensureerd als het nummer is, zo is het ook op de plaat terechtgekomen. Ik ben wel benieuwd of jij de hele 17 minuten gaat uitzitten. Je moet er wat voor over hebben om goede smaak te hebben, zou ik zeggen. Luister naar Sister Ray van The Velvet Underground. Cooking for the down fight. Who's standing at the three arm? Who's busy licking up a big pin? I'm searching for my main line. I said I couldn't hit it sideways. I said I couldn't hit it sideways. I just like Sister Ray said, with an arm. Got back from Carolina. She said she didn't like the weather. They're busy waiting for her sailor. Who's drinking just a big liver? He says he's from Alabama. He wants no way to earn a dollar. I'm searching for my manus. I said I couldn't hit it sideways. Hit it sideways. Oh, I did that just a race there. Lay it on. We'll be right back.
They come and take me for a ride, ride. Oh, but I haven't got the kind of time. Hey, 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 she's been sucking on my ding dong. She's been sucking on my ding dong. Oh, now you're just like this racing. I'm searching for my main line. I couldn't hit it that way. I couldn't hit it that way. Oh, that good night. Oh, good night. Oh, good night. Oh, good night. Four.
seated at the tailor. He shoots him down dead on the floor. Oh, she hasn't got the time, This is sucking on the ding-dong. She says it's sucking on the ding-dong. That sister Ray says, I said for my name, could it drive away?
Letterman.